Carolien en ik ga vandaag naar Isabel, want Isabel speelt harp. En dit is je harp. Ja. Hoe ben je dan bijgekomen om zomaar harp te gaan spelen? Nou, ik was dus in de muziekschool, want mijn zusje zat daar op ballet. Ja. En toen keek ik naar in een kamertje naar binnen en dan zag ik iemand harp spelen en dacht ik, dat wil ik ook. En toen had ik gevraagd aan mijn moeder of dat mocht en toen mocht dat. En toen was ik heel blij. En hoe lang speel je het dan al? Sinds mijn 8e of 9e of zo. En dan zit je echt op les? Ja. Nou, leuk. En wat doe je dan allemaal tijdens zo'n les? Wat leer je? Nou, je leert liedjes spelen, zeg maar. Elke les laat je het liedje dat je op hebt gekregen laat je horen. En dan bepaalt de docenten of je verder mag met een nieuw liedje. Ja. Of dat je hetzelfde liedje nog verder moet oefenen. En zou je later ook wat willen gaan doen dan in de muziek? Nou, ik weet later nog niet wat ik wil gaan doen. En dus... Ja, ook ik weet niet hard gaan spelen? Is het niet een droom? Nee, niet per se. Want ik weet nog, ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat ik zou willen doen. Maar ik vind het natuurlijk wel heel leuk om harp te spelen. Wat is er dan zo leuk aan om harp te spelen? Tja, de muziek vind ik zelf heel mooi. En je leert ook telkens weer nieuwe dingen. En sommige dingen klinken dan gewoon echt heel erg mooi. Oké, laat maar wat horen. Moet je hem ook stemmen, net zoals een gitaar? Ja, want als je hem niet stemt, dan gaat hij heel erg vals klinken. Alleen de hoogste snaren die gebruik ik bijna nooit, dus die stem je niet. En de onderste ook niet echt, maar meestal begin ik vanaf de C tot deze C. Wat zet je er nou op? Je zet er iets op. Ik zet er een stemvork op. Daarmee draai je aan deze dingen, zodat ze hier strakker worden. En dan kan je ze dus hoger of lager maken. En dan heb ik hier een apparaatje. En als het lichtje groen is, dan is hij goed gestemd. En anders niet. Draai hem net zo lang verder tot hij groen is. Ja, ik draai hem net zo lang tot hij groen is. En dan soms moet hij lager en soms moet hij hoger. Want kijk, deze is net iets te laag. En als ik hem dan heel erg hard aandraai, dan is hij te hoog. Dat hoor je wel. Kijk maar. Ja, dat hoor je dat dus het te hoog is. Ja, nu is hij goed gestemd. Het stemmen is klaar. Nu willen we wel wat horen. Dat zijn dus geïmproviseerde stukjes. Dus dat bedenk je gewoon helemaal zelf nu net? Ja. Nou, dat vind ik wel echt heel knap. Dat is niet zo heel erg moeilijk, want je kan gewoon zelf kiezen wat je doet. Denk je dat iedereen zomaar harp kan leren spelen? Nou, harp is zeker niet een moeilijk instrument, want het is eigenlijk net een piano, alleen dan staat het rechtop. En een piano heeft toetsen. Het is een snaarinstrument, maar het heeft wel toetsen. En dan als je het dus zo neer zou leggen, zou het net als een piano zijn als je hier dan toetsen aan vastmaakt. Ja. Dat is net een piano. Het is eigenlijk gewoon een staande piano, zou je het kunnen noemen. Ja. En wat vind jij nou zo bijzonder aan harp spelen? Nou, het bijzondere is dat bijna niemand het speelt. Kijk, dan op de muziekschool kom ik vaak mensen tegen die harp spelen omdat ik het zelf speel. En dan zie ik mensen die voor en na mijn les hebben. Maar het bijzondere is dus dat bijna niemand het speelt. En ik vind het ook gewoon dat het een hele mooie klank heeft. Ja. Ik zie ook dat sommige snaren hebben een andere kleur dan andere. Hoe kan dat? Nou, de rode dat zijn de C's en de zwarte zijn de F's.
En dat heb je zodat je kon onthouden waar je zit. Want als ze allemaal wit waren geweest, dan had ik nu niet makkelijk kunnen zeggen dat dit de C was. Ja. Dat zou dan heel moeilijk zijn. Maar er zijn professionele harpspelers, die hebben wel helemaal leeg. En dan volgens mij een klein gemarkeerd stipje of zo op de C. Omdat dat ziet er mooier uit. Alleen dit is dan zeg maar voor mensen die les hebben. Ja. Omdat dat dan makkelijker te onthouden is. Hoe vaak heb je les per week? Ik heb 1 keer per week les en dan 40 minuten omdat ik samen met een ander meisje les heb. Heb je ook al eens opgetreden? Ja, we hebben 1 keer per jaar ongeveer hebben we een harpdag. Een harpdag, dus echt komen allemaal mensen met een harp? Ja, dan komt iedereen van de muziekschool komt dan met de harp en dan gaan we een stuk spelen. En dan treed je dus ook echt op? Ja, zoiets. Zou je misschien ook een stukje harp kunnen leren spelen? Ja, het makkelijkste liedje waar iedereen meestal mee begint is Vader Jacob. Die kent iedereen wel en die zou ik je kunnen leren. Oké. En dan komt dit. Deze? Ja. Ik help je wel. Deze. Die. Die? Ja. Die knop. Heel erg bedankt dat je ons meer hebt geleerd over de harp. Nou, geen probleem hoor, maar ik ga nu weer verder met oefenen. Isabel gaat nog even door met spelen, maar wij gaan hier weer weg, want we hebben heel veel geleerd. Ik heb zelf harp gespeeld. Het is helemaal klaar nu.